bij deze nieuwe video. Vandaag weer een extra video, weer in samenwerking met Ethos. Dit is de laatste extra video die ik maak in samenwerking met hun, dus geniet er nog extra van. Ik ga vandaag deze mooie betaalbare glowy zomerlook maken. Ik vind dit echt heel geschikt voor de zomer, als je er toch wel een beetje make-up-achtig, glam-achtig uit wilt zien, maar niet too much en te heftig op je gezicht, dan is deze look ideaal voor jou. Omdat het dus ook weer in samenwerking is met Ethos, ga ik allemaal make-up gebruiken die te koop is bij de Ethos. Dus alle merken, maakt niet uit wat, als het maar te koop is bij de Ethos. En het is dus allemaal betaalbaar. En daar ben ik altijd super blij om, want iedereen houdt van betaalbare make-up looks, denk ik. Zodat je niet te veel geld hoeft uit te geven. Oh ja, by the way, als je iets opvalt aan mijn wenkbrauwen. Ik heb gisteren microblading laten doen bij Beharful Beauty, als ik het goed uitspreek. Ik zal haar Insta onder deze video in de beschrijving plaatsen. En het is echt net gisteren gedaan, dus het is nog super heftig. Al valt het bij mij wel mee, omdat ik mijn wenkbrauwen sowieso al heel donker en heftig maak altijd. Dus ja, dus mocht je iets anders zien, dan is het dat. Ik ben echt super blij met hoe ze het heeft gedaan. Mocht jij nou ook een microblading willen laten doen, dit blijft een jaar zitten. En ze heeft nou een actie voor maar 150 euro. Normaal is het 350 euro, maar tot eind mei 150 euro. Dus als je nog in die tijd bent, dan, ja, dan betaal je echt gewoon meer als de helft minder. Dus ja, ik ben er in ieder geval super happy mee. Dan gaan we nu snel door naar de video. Oké, we gaan beginnen. Laat je vooral niet te veel afleiden door mijn heftige wenkbrauwen. Straks is het minder als ik ben opgemaakt. Ik ga weer vandaag eerst beginnen met de ogen en dan pas mijn gezicht. Voor mijn ogen ga ik het Essence G-Day Sydney oogschaduw paletje gebruiken. Dit is een heel betaalbaar oogschaduw, obvious, van Essence. En het zijn hele mooie zomerachtige kleuren met wat pop van kleurtjes, wat blauwe kleurtjes. En ik dacht, ik ga hiermee gewoon een hele zachte, smoky, zomerachtige ooglook maken. Dus ik ga jullie weer eventjes inzoomen. Oké, ik ga eerst mijn ogen primen met deze Catrice Camouflage Concealer in de kleur 020 Light Beige. En dit breng ik gewoon zo aan over mijn hele ogen. En dan inblenden. En dan pak ik wat losse poeder en daarmee ga ik het zetten. Dan pak ik deze lichte, glanzende, champagneachtige kleur in het paletje. Die breng ik onder mijn wenkbrauw aan. Ik moet wel echt oppassen dat ik mijn wenkbrauw niet aanraak. Het is ook niet echt heel slim dat ik mijn make-up al doe één dag nadat ik microblading heb gedaan, maar oké. Dan pak ik deze lichtbruine matte kleur voor in mijn crease. En ik begin aan de buitenkant, want ik wil een hele smoky look maken. Ik wil het ook allemaal niet te heftig. Gewoon een leuke, lichte, zomerse ooglook. En ik ga gewoon zo naar buiten in een V en dan weer naar binnen. Maar ik ga niet helemaal naar binnen. Ik stop ongeveer hier zo. Iets over de helft. Dan pak ik deze donkste bruine matte kleur in het paletje. En met een iets kleinere fluffy kwast ga ik die heel lichtjes hier in de buitenste ooghoek erin blenden. Ik maak van die ronde bewegingen. En ik ga echt heel lichtjes met mijn hand erin. Want ik wil het echt niet te donker hebben. Het is gewoon een beetje om iets meer diepte te creëren. En ik ga hiermee ook helemaal naar buiten. Ik blend het helemaal zo naar buiten in een soort van punt. Dan pak ik weer deze lichte glanzende kleur die ik ook onder mijn wenkbrauwen had gedaan. En met een platte fluffy kwast breng ik die zo aan over mijn hele ooglid. Ik gebruik echt een platte fluffy kwast en niet gewoon een normale platte kwast. Omdat ik het niet heel netjes wil hebben. Omdat ik het allemaal heel smoky wil hebben. Doordat je dan een fluffy kwast gebruikt, wordt het allemaal niet heel strak en heel netjes. En dat is ja, wat ik wil. Het is echt gewoon puur om een beetje te verlichten binnen. En dan pak ik weer een beetje van die donkerste bruine kleur om het hier in de buitenste hoek een beetje samen te blenden. Met die donkerste bruine matte kleur ga ik ook een eyelinertje zetten. Ook die wil ik gewoon heel lichtjes hebben en smoky. Dus ik ga gewoon zo langs mijn wimperrand en ik druk het erin. En dan als ik het erin heb gedrukt, dan ga ik zo naar rechts en links vegen zodat het een beetje smoky wordt. Als mascara gebruik ik de groene Lash Princess mascara. Ik ga geen neppe wimpers gebruiken van de Ethos, omdat ze daar gewoon geen mooie hebben. En ik wel gewoon een mooie look wil maken. Dus het enige vandaag wat niet van de Ethos is en ook niet betaalbaar zijn mijn wimpers. Ik ga de Queen Tarsi wimpers gebruiken. En deze zijn in de stijl Jade. En dan kom ik zo bij jullie terug om te beginnen aan mijn gezicht. En dan straks nog mijn ogen af te maken. Oh mijn god, mensen, mijn camera stond niet aan en ik was al begonnen aan mijn gezicht. Ik heb mijn gezicht geprimed met de Essence Fresh & Fit Awakening Primer. Deze is super fijn, super glanzend zoals je kunt zien. Ik wil echt gaan voor een mooie, dewy, glanzende zomer
huid. Dus daar vind ik deze ideaal voor als basis, omdat hij een hele mooie glow heeft. De truc om een mooie glanzende glowy gezicht te krijgen zonder dat het te wordt en te veel glans, waardoor het echt gewoon vettig lijkt, is om niet alleen maar glanzende producten te gebruiken. Sommige mensen slaan er dan helemaal in door. Die pakken van elk product een glanzende versie. Het is dus de truc om een beetje af te wisselen met een aantal matte producten, een aantal naturel finish producten en een aantal glanzende producten. Omdat ik al zo'n heftige glow heb gebruikt als basis, gebruik ik als foundation mijn Fit Me Matte in de kleur 128. Ik vind deze foundation ook niet echt super mat. Hij heeft nog wel gewoon die mooie naturel finish, maar het lichtelijk naar de matte kant. Dus deze vind ik ideaal voor dagen als vandaag. Hij heeft ook een medium finish, dus voelt niet te dik aan en hij maakt je gezicht wel mooi smooth en egaal. Als concealer gebruik ik weer dezelfde als net, die van Catrice. En nou breng ik niet te veel aan. Ik doe gewoon een paar stippeltjes zo onder mijn ogen. Normaal maak ik echt een hele driehoek ervan en doe ik best wel veel. Maar ja, voor in de zomer wil je allemaal niet te veel hebben. Dus vandaar ook een streep op mijn neus voor het contouren straks. En dit blend ik dan ook weer gewoon zo in met mijn spons. En als poeder de L'Oreal True Match poeder in de kleur, even kijken, 3D/3W. Ook weer met mijn spons druk ik die poeder hier onder mijn ogen in, zodat het niet gaat creasen. Je kunt ook de poeder in een wat lichtere kleur halen, zodat je ook gelijk een beetje onder je ogen verlicht. Deze poeder is meer mijn huidskleur, maar dat vind ik voor nu gewoon oké. En dan ga ik heel lichtjes, ik pak echt maar een heel klein beetje, over de rest van mijn gezicht. Dan maak ik even snel mijn ogen af. Ik pak deze donkere bruine matte kleur en die breng ik aan op mijn onderste wimperrand. En dan ook weer een beetje mascara. Ik ga mijn gezicht contouren met de Ethos Contour Poeder. Mijn neus en mijn gezicht ga ik hiermee contouren. Dit is de kleur Light Medium. Ik doe het gewoon heel lichtjes, niet too much. Als bronzer gebruik ik de Essence Sun Club Matte Bronzer in de kleur 02 Sunny. Dit is een beetje een oranje bronzy kleur. Er staat op dat hij is voor darker skin, dus donkere huid. Maar zo donker is hij niet, jongens. Hij is echt gewoon best wel licht. Dus als je mijn huidskleur hebt of nog lichter bent, kun je deze prima gebruiken. Ik breng lekker veel aan op mijn voorhoofd. Ik breng extra veel aan op de plekken die normaal ook bruiner worden door de zon. Want dan is het echt alsof je zo mooi gebronsd bent door de zon. Ik bronze echt normaal al veel, maar nou echt gewoon nog meer. Voor blush ga ik dit face paletje gebruiken van de Ethos. Dit was een limited collectie product van hun. Ik weet niet of hij er nog is, maar als hij er nog is, nou, dan kun je hem nog kopen. Ik ga allebei deze blushes mixen met elkaar. Dan breng ik gewoon een beetje aan voor een beetje kleur in mijn gezicht. Ik vind het ook mooi om voor zomerse make-up look echt roze blushes te gebruiken. Want dat is toch een beetje frisser. Dan heb je die mooie zomerse frisse wangetjes. Even met wat losse poeder een beetje strak maken. Nou, dan komt highlighter. Ik ga een liquid highlighter gebruiken. Ik gebruik de L'Oreal Glow Mon Amour Liquid Highlighters. Ik heb hem in de kleur 01 Sparking Love. Is een beetje een champagne-achtige kleur. Ik ben normaal niet zo van de liquid highlighters. Maar voor een zomerse look is dat wel mooi. Want dan heb je echt die glow from within. Ik pak gewoon een beetje met mijn spons. En dan breng ik het gewoon hier bij mijn jukbeenderen aan. Doe niet te veel, want anders gaat het opvallen. Dus je moet gewoon een heel klein beetje doen. Want ik ga er nog overheen met een poeder highlighter. Dus vandaar dat ik het gewoon doe als een soort van basis. Ik doe het ook bij mijn voorhoofd. Kijk, nou heb je zo die lichte glow als basis. Niet too much. Je kunt het ook gewoon zo laten als je het niet te veel wilt. Maar ik ga er nog overheen met mijn Essence Glow Baked Highlighter. Ik heb hem in de kleur 02 Like You're Doing What You Love. Dit is een hele mooie metallic highlighter. En hiermee ga ik er nog overheen. En doordat ik die andere eronder heb gedaan, is het nou ook iets meer intens. En dat vind ik wel mooi. Vooral voor zo'n glowy look als vandaag. Dan ook weer zo bij mijn voorhoofd. Ook op mijn neus. En ik breng het ook aan in mijn binnenste ooghoeken.
Nou, ik ben nou echt heel mooi glowy. Ik hou hier echt van. Ik vind het echt super mooi. Omdat mijn ogen vrij basic zijn opgemaakt, vind ik het wel leuk om een leuke zomerse heftige kleur op mijn lippen te doen. Ik begin eerst met deze Ethos lipstick. Dit was ook van die limited collectie. Ik heb hem hier in de kleur Mistletoe Fever. Een hele mooie rozige rode kleur. Die ga ik opdoen over mijn hele lippen. Ja, super mooi. Het is echt een beetje een mixje van een rood en een roze. Dan heb ik hier nog een hele aparte Ethos Colorcare lipstick in de kleur Fairy Dust. En het is een witte glanzende kleur. Super apart. En hiermee ga ik er overheen om het een beetje glitteriger te maken. Ik doe het er gewoon zo in deppen. Anders verschuif je het wat eronder zit. En dan als laatste deze Essence You Better Work Fixing Spray. En dan zijn we klaar met de look. Nou, dit was dan de make-up look. Ik hoop dat jullie hier iets aan hebben gehad en het leuk vonden. Laat me vooral gewoon weer weten, net als altijd, wat je vindt van de make-up look en van dit soort video's en tips. Als je andere video's wilt zien, laat gewoon van je horen beneden in de comments. Dat vind ik altijd heel erg leuk. Vergeet ook vooral niet te liken en te abonneren. Abonneren kan hierdoor op mijn gezicht te klikken. Ik plaats ook twee video's die je ook kunt gaan bekijken. En dan hoop ik jullie weer snel te zien bij de volgende video. Doeg!